Restaurant Antonio's in Eindhoven vreest voor een faillissement. Niet vanwege corona, maar omdat een stroomkabel van een paar meter niet kan worden aangelegd. Netwerkbeheerder Inexis heeft het zo druk dat ze pas over een klein jaar tijd heeft voor het restaurant. Bij het Italiaanse restaurant in Eindhoven werd vorig jaar juni brand gesticht. De bewoners die boven het restaurant wonen moesten toen korte tijd hun huizen uit. Twee mannen werden er later voor opgepakt. Antonio's is een begrip in Eindhoven. Onder andere zanger Bruce Springsteen en voetballer Romario aten met enige regelmaat een hapje in het restaurant. Hier komen allemaal aparte zitjes. Dus uh, daar mensen toch een beetje uh, privacy kunnen zitten. Grote bank tegen de wand, toiletten compleet vernieuwd. En ook de keuken is spiksplinternieuw, maar voorlopig werkloos. De verzekeraar wil niet dat de oude stroomvoorziening nog wordt gebruikt. En de enige die de nieuwe stroomvoorziening mag aansluiten is Enexis. En die hebben dus geen tijd. Nou, ik vind dat je elke zaak een beetje apart uh, moet kunnen kijken. Je hebt altijd zaken die prioriteit hebben op anderen. En dan vind ik dat je die dan voorrang moet geven. J Jij hebt prioriteit voor jezelf? Ja, dat ja. vind ik. Ja. Ja. Uh, heb je dat tegen Enexis ook zo gezegd? Dat is tegen Enexis ook zo gezegd. Wat zeggen ze tegen u dan? Enexis reageert vrijwel nergens op. Enexis heeft een groot personeelstekort... Ook is het werk meer dan verdrievoudigd, bijvoorbeeld door de snelle toename van de zonneparken. Antonio's is daarom pas over 49 weken aan de beurt. Weet je, je kan nergens anders heen. Hè? In Nexus heeft gewoon één macht. Het is niet dat ik naar een ander bedrijf kan stappen om uh, stroom te vragen, want dat is het niet. Het is alleen in -Nexus in Nederland. En wellicht het allerergste, het werk wat in -Nexus moet komen doen, kost slechts twee uurtjes. Het is alleen het aansluiten van de kabel op de hoogspanning. Kitty heeft nog stille hoop om begin juni open te gaan, wellicht met de hulp van een aggregaat.